Gewapend met verschillende moordwapens voor een clubje zelfbenoemde vredesactivisten richting Gaza. De Israëlische marine vroeg ze om te stoppen, maar als antwoord kregen zij te horen dat, en ik citeer, ze dood kunnen vallen en terug moeten keren naar Auschwitz. Voorzitter, de soldaten kwamen echter toch aan boord en zij werden vreedzaam begroet door activisten met metalen buizen en door ze over de balustrade naar beneden te gooien. Het doel van de vloot was niet om humanitaire hulp naar de Gazastrook te brengen, maar om provocatie en een gewelddadige confrontatie met Israël op te zoeken. Voorzitter, de passagiers van de Mavi Marmara, met inbegrip van de Turkse IHH-activisten, verklaarden dat er nauwe banden bestaan tussen de organisatie en de Turkse premier Erdogan en dat de regering van kandidaat lidstaat Turkije betrokken was bij de voorbereidingen van de vloot. Is dat waar en wat doet u met die informatie? En klopt het dat de Turkse organisatie IHH aanwezig op het schip gelinkt is aan Hamas? Wat mag ik u daarbij aan herinneren dat Hamas nog steeds door de EU wordt gezien als een terroristische organisatie? Graag een antwoord. Voorzitter, de PVV wil op zijn minst een onafhankelijk onderzoek naar de rol van Turkije in dit geheel. Wat is nu precies de invloed van Erdogan en consorten geweest? Dank u wel. Graag een reactie.